Het jaarlijks terugkerend evenement van de Surinaamse bierbrouwerij, het Parbo Cavina Festival, wordt vandaag op twee locaties gehouden, namelijk het Flamboyant Park en het parkeerterrein van de TWL Cinemas. Vanaf 2012 werd het festival gehouden op het KKF-terrein. Eerder was Tori Osso de festivallocatie. Mike Nerkust, districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest, vertelt waarom de locatie dit jaar is veranderd. Ik weet niet wat de organisatie heeft ons benaderd. Toch om dit jaar, als we willen meewerken, dat dit jaar in Flamboyant gehouden wordt. Toch? Toen zei ik nog tegen meneer Vreemers, ik zei onder één voorwaarde, toch als je ook het gedeelte van het terrein van TBL meeneemt. Toch? Ik heb zelf gezegd, ik ga zelf een gesprek aangaan met de leden van TBL. Waarom beide plaatsen is om een grotere spreiding te hebben van de mensen. Omdat het Cavina Festival is een jaarlijks terugkomend iets en ik wil zeggen Suriname gaat erop af. Er komen ook heel veel mensen vanuit het buitenland, dus het is echt druk. Dus je moet voldoende ruimte hebben om de mensen te kunnen accommoderen. En ook voor crowd control, waardoor er extra veiligheid er is. Dus als er wat is, dat er uitwijkmogelijkheden zijn. Het Flamboyant Park heeft één grote ingang en twee kleine uitgangen waar het publiek gebruik van kan maken. De hoofdattracties zijn in het park zelf. De wegen rondom het park en de Hermitage Mall worden afgesloten. Vanaf de Jagannath Lachmanstraat naar de Jurylaan. Volgens Nerkust zal het publiek niet in de buurt van Flamboyant kunnen parkeren. De wegen worden afgesloten en we doen een beroep op de mensen om daar in dat gebied niet te gaan om te gaan parkeren en om zijn auto dwars en links te leggen. Wat er wel gaat gebeuren, toch? En daar ga ik hard op staan, want dan kan het commissariat wat geld verdienen. Staat u verkeerd geparkeerd, sleep ik u weg en u krijgt die auto pas maandag terug nadat u de kosten hebt betaald en de administratiekosten en de bergingskosten van uw voertuig. Dus een beroep op u. Ga niet verkeerd parkeren, toch? Want anders gaat u uw auto die elfde avond niet krijgen. Toch? U krijgt hem pas maandag nadat u de sleepkosten, de bergingskosten en de administratiekosten hebt betaald. Toch? Dus houdt u zich aan de regels daar. Het Parbo Cavina Festival start om 6:30 vanavond en gaat door tot 2:00 in de ochtend. Dit is een evenement voor mensen boven de 18 jaar en daar zal er streng op gelet worden.